willekeurig gevonden. Vreselijk lachje. Dingen. Ja? Waar denk jij heen te gaan? Ik had even frisse lucht, nou stonk daar binnen. Ja, kom maar weer naar binnen. Oh mijn god, nog één. Nu zijn we alle vier eindelijk weer samen. Van één ook wel genoeg. Nee, vier is beter. Nou, het volgende. Die leuke munten van jou. Wat? Munten? Ja, ik wil er vanaf. Hoeveel heb je erbij? Eén. Eén? Zoals je vroeg. Oh, ai, 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 ai. Hoezo? Je wou er één hebben? De schat is groter dan je denkt. Wat dan? Zo schat? De vloek van de munt. Er zijn meer munten in omloop dan je denkt. Klopt. Volgens mij hebben er heel veel mensen munten, ja. Ik wil er graag vanaf. Wij moeten er 20. 20? Dat heb je niet gezegd. Oeps. En die moet ik allemaal gaan regelen, of wat? Surprise, surprise. Nee, ik heb geen 20 munten. Jammer nou. Dan zal die vloek ook nooit van je afgeraken. Welke vloek? Vertel eens. Hoeveel chaos is dat de laatste tijd? Veel. Heel veel. Perfect. Wie denk je dat daarvoor gezorgd heeft? Munten? Dat hoop je. Wat dan? Vooral die munten. Jij en Hendrik zijn de oorzaak. Wat? Waar komen die munten vandaan? Ik heb ze opgegraven, meer niet. Oh, sweet old Kwarma. Kwarma. Ja, ik dacht dat je ons zou helpen, Kwarma. Dat was ook het plan. Maar? Tot Hendrik dat voor je lichaam verwoestte. Met wat voor reden deed hij dat? Weet ik het. Je was gek. Hebzucht. Hij zei dat er rare geluiden uit jouw mond kwamen. Rare geluiden, nou dat kan wel eens kloppen, ja. Maar dat was bij hem ook zo. Correct. Nou, hoe raar is Hendrik in de zin van de laatste weken? Hoe raar? Dat heeft te maken met ons kapot huwelijk, denk ik. Toen is hij weer begonnen met drinken. Destruction. De munten slaan toe. Inderdaad. Hij zit er gewoon doorheen. Logisch. Nou. Ja, het stinkt hier, zei ik toch. De shit. Dus als ik het goed begrijp, weet je niks meer van. Bepaalde gebeurtenissen. Ik weet alles nog. Ben je er zeker van? Denk het wel. Wat dan? Dat hoop ik voor je. Wij moeten die munten hebben. Maar al die 20 munten. En dan hebben we jou en Hendrik nodig. Om ze te verzamelen of wat om de vloek te verbreken? Beide. Naar de blik van oorsprong. Ja, maar ik heb er 10 nodig. En jij 10. Oké. Maar waarom had je alleen mij nodig dan? Uitverkorene.
Voor wat? We hebben jou nodig. Om de vloek te laten verbreken. Zodat wij ook terug in rust en vrede kunnen gaan. Ja, dat zou ik ook graag willen. Ga je er dan echt, echt weg? Ja. Nou, laten we Hendrik raden. 20 munten, elk 10. Daar heb ik wel even tijd voor nodig. Daar krijg je tot het einde van de week voor. Oh. Zowel hij als jij. Anders is het te laat en... ja. En wat? Zoals je aan zijn lachje kan horen. Tja. Dan kom je ons vaker tegen. Oké. Wat? Wijsje. En met vaker. Ja, Feymine heeft een dingetje met wijzen. Ieder zijn ding. Maar... 20 munten. Elk 10. Waar is Luca? Die staat achter je. Wat achter mij? Wat er nog van over is. Wat wil je zeggen dat dit Luca is, of nou? Wat? Luca? Luca? Pestilent is soms eens doofstom. Vergeef hem. Wat heb je met haar gedaan? Ik zei toen dat we 4 van terug. Ons waren. De enige manier is om haar te redden. Elk 10 munten. Eind van de week. En dan krijg je verdere instructies.